Sjerre de Nooijer, op basis waarvan verliezen jullie vanavond van MVV? Op basis van een hele domme overtreding in het strafschopgebied. Dan krijgen we strafschop, denk ik. Ik krijg ineens 10 minuten van tijd, of kwartier van tijd, denk ik 10 minuten van tijd, denk ik. Ja, en dan verliezen we gewoon heel dom de controle over de wedstrijd. Want we hebben heel weinig weggegeven. We hebben een paar kansjes gekregen, zeker op de manier hoe we wilden voetballen. Ja, dat is dood en doodzonde dat je dan, een strafschop tegen krijgt. En denk gewoon het terechte. Daarna krijg je nog een kans, gelijk daarna, kopt op de paal, Lewis. Nou, dat is ook jammer. Wordt het 2-0, omdat je alles probeert naar voren te sturen. Maak je nog een fantastische goal met Omran. Ja, en dan hoop je nog dat hij nog goed gaat vallen. En nou, ik denk wel twee mogelijkheden hebben gehad om nog op de 2-2 te komen. Maar helaas, het zit even niet mee. Zit niet mee. Maar als je naar de eerste helft kijkt, ook van beide kanten trouwens, dat was niet al te best. Nee. En dan kijk ik naar onszelf. We hebben een grote kans gehad met Samouri. Die moet je gewoon binnen schieten. Als je zo dicht bij de goal staat, en je kan de hoek uitzieken, de korte hoek, de lange hoek. Ja, dan moet je gewoon binnen schieten. En dan, maar ja, dat gebeurt niet. En dan ga je 0-0 de rust in. En ja, dan houden de linies heel klein en dat deed we prima. Hè, want verdedigen stonden uitstekend. Tot het moment dat we ja, gewoon in een vlaag van verstand van bijstelling, denk ik. Want meer kan, ja. Dan ben je machteloos als trainer. Ja, maar ook als ploeg zijn. En dat weet hij zelf ook, hè, want hij bood natuurlijk excuus aan. Maar ja, daar moet hij van leren, want dit zijn wel dure foutjes. Wat vond je van de keuze van jou door Jeremy Seintje in de spits te zetten in plaats van Matić vandaag? Ja, Jeremy kreeg denk ik 3 of 4 mogelijkheden om naar de goal te gaan. En daar had hij veel meer van gebruik moeten maken. Na de rust kreeg hij een hele grote kans. Hè, dat hij naar de goal liep en dat hij eigenlijk te slap inschoot. Ja, zo had hij misschien wel een aantal keren kunnen doen. Maar oké, dan moet die bal wel komen. Je moet ook een moment zien wanneer je moet gaan lopen. Maar oké, hij heeft zijn best gedaan. En de mogelijkheden lagen daar. Alleen, dat moet je wel zien. Had je misschien iets te veel op snelheid gerekend dat je daarmee kon uitbreken vandaag? Want het viel op zich wel mee. Dat vond ik ook. En ik had iets meer gerekend op meer ruimte achter hun verdediging. Maar zij gingen ook niet aanvallen. Dus was het heel lastig om hem te bereiken. Wat blijf je het meest bij je na vanavond? Nou ja, dat we weer niet weggespeeld zijn. Dat we de kans hebben gehad om ook een goal te maken. En dat we verdedigend, zeker op het middenveld met Thijs en Thomas. En ook de centrales op één foutje na. Eigenlijk heel de verdediging. En met Brian, die een aantal prima reddingen had. Ja, dat we het gewoon prima deden. Alleen ja, je ziet dat we voorin gewoon tekort komen. En dat blijf ik roepen, dat blijf ik zeggen. En ja, daar kunnen we op dit moment ook niks aan veranderen. En ook vooral voorin, inderdaad ook wel goede kansen gehad weer met Monsma. Ja, op dat moment 1-0, had ik nog wel moeten zien hoor. Ja, maar ook met zijn moeder toen, dat ik al zei net voor de rust. Net na die goal kreeg Omran nog een schotkans. Marco kreeg nog een schotkans. Ja, oké, dan moet je... Dan moet hij eigenlijk zo die gewoon veel duidelijker op de goal moeten zijn. En dat gebeurt er niet. Dus we staan weer met lege handen. Komt dan de bekerwedstrijd tegen Almere City dan even gelegen? Nou ja, elke wedstrijd die nu komt altijd gelegen. Omdat je kan natuurlijk weer een wedstrijd proberen te winnen. Dus ja, ik zal niet weten waarom die niet gelegen komt. Nou ja, goed. Dat het even iets anders is dan de eerste divisie. Dat je dan weer ergens anders op kan focussen op die manier. Ja, maar we focussen op de eerste overwinning. Dus dat gaan we nu weer tegen Almere proberen. En dan gaan we die week erop vrijdag tegen Sparta. Mijn eerste beker. En als we daar een rondje mee verder kunnen komen, dat zou het ook heel mooi zijn.